kopen van een appartement, wat houdt dat nou eigenlijk in? Door het kopen van een appartement koop je eigenlijk twee dingen. Enerzijds het mede-eigendom van het totale complex, maar ook het alleenrecht op gebruik van een bepaald stukje in dat complex. Bij de realisatie van het appartementencomplex is, als het goed is, een splitsingstekening gemaakt. Op die splitsingstekening is precies te zien welke delen bedoeld zijn voor gezamenlijk gebruik en welk deel specifiek bedoeld is voor de koper van het appartement. Als je koopt in een appartementencomplex, word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Sommige delen van zo'n complex zijn dus gemeenschappelijk. Niemand heeft het alleenrecht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een tuin, een lift of een gemeenschappelijke parkeergarage. Alle eigenaars hebben gemeenschappelijk de verplichting om het gebouw te onderhouden en betalen daar maandelijks servicekosten voor. Als het goed is, heeft de Vereniging van Eigenaars een mooie begroting waarin vastgelegd is wat er maandelijks uitgegeven gaat worden en wat er aan verwachte onderhoudskosten zijn. Ga je een appartement kopen? Laat je dan goed informeren over die financiële positie van de Vereniging van Eigenaars. Wat ook nog zinnig is om te weten, is dat in een appartementencomplex vaak afspraken gemaakt zijn over wat wel en niet mag. De eigenaren hebben doorgaans samen een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin afspraken gemaakt zijn over het gebruik van de verschillende appartementen. Daar staat bijvoorbeeld in of je wel of geen huisdieren mag houden, wat de kleur van de zonwering mag zijn en of je wel of geen was mag drogen op je balkon. Heb jij een appartement gezien? Of ben je op zoek naar een appartement en heb je meer informatie nodig over de Vereniging van Eigenaars? Bel gerust eens op. Ik help je graag vooruit.